Het Korps Douane Suriname heeft vanaf gisteren een nieuwe leiding. Met de wisseling van de wacht schrijft het korps geschiedenis. De scheidende inspecteur Lloyd Koen heeft namelijk officieel overgedragen aan inspecteur Sharda Girwar, die per vandaag als eerste vrouw de scepter zwaait als waarnemend hoofd van de dienst. Na meer dan 150 jaar bestaan van de douaneorganisatie is het voor het eerst dat er een vrouw in de hoogste functie van dit korps wordt benoemd. De overdracht heeft plaatsgevonden in tegenwoordigheid van de directeur der belastingen, de voorzitter van de douanebond en delen van het managementteam.